De lipjes werden al afgelikt. Is roze je favoriete kleur? Ja hoor. Ik vind het wel een topwijf hoor. Lijkt me wel Fatou. Fatou. Welkom, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van De Mensenmening. Ik ben Tom en vandaag ga ik de straat op met de vraag... Zou je meedoen aan Temptation Island voor 10.000 euro? De jury gaat raden wat de mensen zeggen en vandaag is dit de jury. Daar ben ik weer. Amber, bij De Mensenmening. Guess who's back? Back again. Nou, daar zijn we weer. Terug van weg geweest. Voetschimmels... Over. Over. Het ruikt nog wel, dat moet ik wel... Morgen. Haags bakkie. Vroeg. Ik ben er klaar voor. Wat is je naam? Willem. Willem Pie! Willem, wat doe jij allemaal in het dagelijks leven? Niet zoveel. Ik heb nu vakantie, een beetje chillen. We hebben nu een teamuitje met het team daar. Wat voor team? Phoenix. Wat? Wat gebeurt er allemaal? Jongens A1. Ja, in Zeist. Voetbal. Hockey. Phoenix in A1. Ik heb ook amper gesport in mijn leven. Niet zoveel. Ja, school in principe. Gewoon. Wat voor? Middelbare school nog. Moet ik eerst afronden. Ja, dat is wel het idee. Daarna is plan om te gaan studeren. Er zit een glimlach bij, hoezo? Ja, weet niet, studeren lijkt me grappig. Ja. Maar wat moet het worden dan, studie? Dat weet ik niet, maar bij een koor of zo vereniging lijkt me wel Fatou. Fatou? Fatou. Wat is Fatou? Een grapje. Raadtaal interview, vriend. Sorry, de kassa! Kun je wat geld gebruiken? Ja. 10.000 euro moet je meedoen aan Temptation Island. Zou je het doen? Nou, moet ik eerlijk bekennen dat ik nog nooit een volledige aflevering Temptation Island heb gezien. Oeh, sowieso. Ik denk dat we hier niet over te discussiëren. Ik denk dat hij wel ja zegt. Ik denk dat hij wel een goede verleider zou zijn. Ja, guys zijn natuurlijk heel anders hierin. Want als een guy geen chick heeft, dan neukt hij alles in mijn hoofd. Hij gaat ook niet, zeg maar, voor het meedoen, voor die 10 ruggen. Nee, hij gaat voor de wijven. Ja, voor de mokties. Heeft hij een relatie? Dat is de vraag. Maar als jij het woord Fatou nog zo gebruikt, dan denk ik niet dat je een chick hebt. Dus dan heeft hij geen chick. Dus zegt hij ja. Dat vindt hij alleen maar stoer, tuurlijk. Ja, voor verleider, dan heb je gratis vakantie. Verleider, ik zei het. Yes! Ja, pakken. Thanks Willem. Volle overtuiging ook. Ja, ik geef hem groot gelijk. We staan gewoon weer naast Benji. Hoe is het, bro? Hey! Goed met jou, broeder. Ja, goed. Ben je al populair geworden na de vorige keer? Nou, gewoon normaal. Je weet toch, een beetje bloot toch. Af en toe in de shine moet kunnen toch. Ja, toch. Geweldige gast. Weer het kammetje in zijn haar. Hallo. Nou, heb je veel reacties gehad? Een beetje normaal. Je weet toch. Nieuwe Instagram-volgers? Oh, zoveel. Er komen een paar bij, ja toch. Moet je hem nog even roepen, je Insta? Dat is niet belangrijk. De meeste mensen kennen me wel, toch? Ai, maar dat vind ik ook hard, hè, dat je het dan niet doet. Oké, Benji, we hebben vandaag weer een vraag. Maar voordat ik die vraag ga stellen, hoe zou jij jezelf omschrijven in 3 woorden? Hard, lief en rijtjes, man. Hard, lief en rijtjes. toch wel streed, ja, man. Waar denk jij aan? Laten we gewoon, wat is dit voor omschrijving van je karakter? Hard, lief en straight. 10.000 euro, zou je dan meedoen aan Temptation Island? Hij vond het zelf ook een moeilijke vraag. Ik denk dus dat mensen ook denken dat als Tom dit vraagt, dat hij het misschien wel meent. Zou hij meedoen? Ik denk dat zijn antwoord is, ja toch, jij toch, rijtjes. We gaan het gewoon even ontleden. Hard. Je moet hard kunnen zijn voor Temptation Island, want je gaat iemands relatie verneuken natuurlijk. Je moet lief zijn om iemand te kunnen verleiden. En je moet straight zijn, omdat er chicks lopen. Nee, hij zou meedoen, want ik denk dat hij geen vriendin heeft, dat gok ik nu. Maar hij zou meedoen als verleider. Dus op zich, hard, lief en straight, schreeuwt Temptation Island. En ik zou wel lauw vinden als deze dude meedoet. Dus ik zeg ja. 10k is wel lekker, man. Ja, man. Ik denk wel 15.000, ja, man. Oh, hij maakt er zelf wel meer dan van. Ja, 15.000. Hij denkt gewoon dat Tom het gaat aanbieden. Zou ik zeker meedoen, joh. Hallo. Investment, bro. Hoe heet u? Walter. Ik heb heel dun haar. Walter, wat brengt u op een dag als deze naar Utrecht? Ik heb vakantie en ik ben van afgelopen weekend naar Parijs geweest. En nou is even relaxen naar hier in de winkels. Lekker, gewoon even een vakantietje in Parijs. Ja, Euro Disney. Zo leuk! Ja. Met wie allemaal? Met de familie. Zo, nou is geen vakantie hoor. Nog Parijs zelf in geweest? Ja, ook. Vlak bij de Eiffeltoren, maar het was te druk. Te druk? Ja.
Gelukkig zie je niet. En dan, ook zo'n fotootje maken zo. Ja, je zo vasthoudt zo. Oké, Walter, een vraag. Temptation Island, bent u daar bekend mee? Ik heb het wel gezien, maar kijk er nooit naar. Iets klopt hier niet. Ik heb het wel eens gezien, maar kijk er nooit naar. De verleiding is te groot om daar naartoe te kijken. Deze man is echt een en al bullshit. 10.000 euro als je, meedoet. Oh, nee, vindt hij zichzelf veel te volwassen voor. 10.000 euro meedoen, verdient 8 rug in de maand, zegt hij. Misschien is het wel een oude snoepet. Ja, dat kan ook, ja. Hij is wel een Euro Disney geweest, dus hij is sowieso staat hij in het rood. Dat is echt fattoe duur. Nee, ik denk van niet. Dus hij wil waarschijnlijk zeggen, geld is niet belangrijk en dan moet je niet voor stressen. Geld is kapitalisme, fuck dat. Dus, Nee, hij gaat nee zeggen. Ja, nee, hij gaat sowieso nee zeggen, want hij durft al niet toe te geven dat hij het kijkt. Dat hij waarschijnlijk wel doet. Dus dan gaat hij ook niet meedoen. Ga iets anders doen, maar hij zegt nee. En hij gaat ook een statement maken waarom. Omdat hij geld bullshit vindt. Ik ga voor nee in ieder geval. Ik ga met jou mee. Hij zegt nee, joh. Nee, ik heb zelf een belegging, dat doet ook goed. Dus, ja. Er zit veel geld in de beleggingen? Ik heb er 500 euro ingestopt. 500 euro? Oh, deze man. Hij snapt volgens mij zelf niet eens wat hij zegt. En dat is nu? Het is nu 600 euro. In een paar maanden tijd. Zo! Nou, hij draait ook wel lekker gelijk. 100 euro winst, zeg. Dat is, hij kent bijna... Nou, hij kent nog niet naar Disneyland. Mijn naam is trouwens Tom, hoe heet u? Wat een vrolijke verschijning. Het is vrij roze, mag ik dat zeggen? Ja. Melanie Daniel. Mag ik je zeggen of u? U of u. SO naar je fan, man. SO naar jou, man. SO, broer. Melanie, wat zie je er prachtig uit? Dankjewel. Is roze je favoriete kleur? Ja, hoor. Waar ben je het meest trots op in het leven? Op mezelf. Ik vind het wel een top wijf, hoor. Wat doe je allemaal in het leven? Ik ben een model. En voor? Voor de modelbureau Melody Fashion. Dat is van jezelf? Voor mezelf, ja. Okay. Melody Fashion. En voor de rest, wat doe je in je vrije tijd als je niet aan het modellen bent? Nou, gewoon activiteiten, veel creativiteiten en zo allemaal. En met mezelf bezig, gewoon een beetje weer, veel wandeling maken, sporten, ja, met mezelf mee, ja. Lekker? Ja, wat er maar bij hoort, zeg maar. Zou je voor 10.000 euro meedoen aan het televisieprogramma Temptation Island? Ik vind dit lastig, want ik heb respect voor iedereen. Ik ben een fan van de Dutch Comic Con. Ik vind het vet als je gewoon durft te uiten, als je ergens onzeker over bent. Lekker doen! Ik vind het heel moeilijk. Ik zie de ogen niet. Ik denk dat als ik de ogen kon zien, dat ik het dan wel had kunnen zeggen. Je kan inderdaad uit iemands ogen kan je zien of iemand het doet of niet. Ja, ja, zij zou sowieso meedoen. Als je al eigenlijk zo over straat loopt, denk ik dat je wel gewoon een beetje van aandacht houdt. Is helemaal niet erg, natuurlijk. Maar dan denk ik dat je ook wel aan Temptation Island zou meedoen. Oh ja. Okay, deze kant is ja en aan deze kant is nee. Ja, is goed. Ja? Ik ben het toch niet helemaal eens met de aanzeker. Ja, ze doet mee. Ja, maar we moeten wel, joh. Tuurlijk. Temptation Island is aandacht. Nou, als deze vrouw niet van aandacht houdt, dan... ik ga niet zeggen dat ik mijn sok opeet, want dat eindigt niet goed. Ja. Ja, zo van een ja met een vraagteken. Zo van... Ja. Ja, dat zou ik graag willen meedoen. Ja? Ja. En als verleidster? Als verleidster? Wat moet u daarmee? Als verleidster of als koppel? Als, zou misschien als een, koppel. Ik zeg geen idee waar het over gaat. Ik vond haar heel, heel schattig, ik wil haar even knuffelen eigenlijk. Was hem alweer, deze editie van de Mensenmening. Dankjewel voor het kijken en duimpje, hè? Vinden we leuk. En dan zou ik zeggen, tot volgende week. Groetjes thuis.